Ik ben nu 15 jaar bezig met het thema energie. Eigenlijk eerst als kabinetsmedewerker bij Geert Bourgeois. Ik ben aangetrokken als specialist voor milieu, want dat was mijn grote specialiteit bij OVAM. Ik was eigenlijk heel wat bezig met milieuvergunningen en dat soort zaken. En daar heb ik dan op het kabinet ben ik in het thema energie gerold. Ik heb dat vastgepakt. Ik heb mij ingelezen. Dit was het eerste boek dat ik heb aangekocht om daar meer over te weten. Maar natuurlijk, vandaag heb ik daar al heel veel over gelezen, heel veel over geleerd en met tal van mensen gaan spreken om daar echt een goed zicht op te krijgen. Maar je ziet aan de andere kant van de tafel dat je mensen ziet verschijnen en verdwijnen. Bij andere partijen zie je experts die korte tijd, soms iets langere tijd, het thema volgen. En elke keer met dezelfde riedeltjes, met dezelfde drogredenen. En ja, dan moet je het debat telkens opnieuw aangaan om ervoor te zorgen dat men inderdaad geen fake nieuws verspreidt en dat men inderdaad spreekt over waar het over gaat. Namelijk dat energiethema en de keuzes die we daar moeten in maken. Maar ik doe dat graag, want ik denk dat we echt een rol te vervullen hebben om ervoor te zorgen dat wij ons vooral goed uitleggen en dat we alles duwen naar een verstandig energiebeleid. Je stelt eigenlijk vast dat als men het heeft over energievoorziening, dat dat soms een heel emotioneel debat is. Zeker als het woord kernenergie valt. Er zijn mensen die daar echt een intense afkeer hebben van dat thema. Maar dat maakt ook dat men eigenlijk vanuit groene dogma's begint te redeneren. Je mag over alles spreken, zolang dat het maar niet kernenergie is. En dat maakt het natuurlijk moeilijk om rationele keuzes te maken. En dat is een probleem dat we bij N-VA nooit hebben gehad. Voor ons kan er over alles worden gesproken. Voor ons gaat dit debat over de rationele feiten en cijfers. Voor ons is het belangrijk, wat doet dat op vlak van duurzaamheid? Wat is dat voor onze portemonnee? Wat wil dat zeggen voor investeringen? En dan maken we de juiste keuze. Maar van tevoren zeggen van, we willen het niet hebben over dat, want daar hebben we schrik van. Daar kan ook niet over gesproken worden, want dat vinden we niet leuk. Ja, dan ga je instinctief gewoon foute keuzes maken en vereng je het debat tot iets wat het energiebeleid eigenlijk helemaal niet meer is. Het debat over energie ging de laatste jaren vooral over wat willen we niet. We willen geen kernenergie, we willen geen steenkool, we willen heel veel dingen niet. Maar wat we dan wel wilden, was eigenlijk niet duidelijk. We hebben het gehad over die groene strijd tegen de kernenergie. We hebben het gehad over hernieuwbare energie promoten, waar we uiteraard voor zijn. Maar de echte vraag, waar mensen echt mee bezig zijn, is natuurlijk, ja, blijft het licht aan als we dat doen? Gaan we dat kunnen blijven betalen? Is dat eigenlijk allemaal zo duurzaam als we zelf zouden willen? Ja, en dat komt veel te weinig aan bod. Laat ons eerlijk zijn, we zitten in een situatie die gecreëerd is destijds door Paars-Groen. Men heeft toen heel duidelijk gezegd, de Groenen wilden geen kernenergie meer. En dus is de belangrijkste bron van elektriciteitsvoorziening gewoon op losse schroeven gezet. Men heeft gezegd, wij willen dat niet meer. En dus kwam die wet op de kernuitstapper. Wat we dan wel gingen doen? Niemand wist het, want er is 20 jaar niks mee gebeurd. En vandaag, zoveel jaar later, opnieuw Paars-Groen, opnieuw kernuitstap, opnieuw onzekerheid over de toekomst van onze energievoorziening. En dat is toch bijzonder jammer om vast te stellen dat men zich telkens opnieuw de problemen induwt. Het allereerste dat de nieuwe minister Tine van der Straeten heeft gezegd is, die kerncentrales zullen in 2025 overbodig zijn. En hoe wil ze dat gaan doen? Ze wil centrales, kerncentrales die vandaag al betaald zijn, gaan vervangen door gascentrales die zullen moeten gesubsidieerd worden. We moeten dus vandaag gaan betalen om centrales die perfect werken te vervangen door nieuwe centrales die dan op gas werken. Men zegt van ja, we gaan dat doen omdat die kerncentrales die zorgen ervoor dat hernieuwbare energie geen plaats meer heeft. Ja, laten we eerlijk zijn. Denken we nu echt dat kerncentrales die vandaag bijdragen aan de begroting, dat die een andere rol zullen spelen dan gascentrales die worden betaald door diezelfde begroting? Er zijn heel veel studies die dat al onderuit hebben gehaald. En bovendien, gascentrales zijn nu eenmaal een heel stuk meer vervuilend dan de kerncentrales die we vandaag hebben. De CO2 daarvan komt in de lucht en dan hoor je heel snel het argument, ja, maar die centrales zullen alleen maar draaien als het echt nodig is. Ook daar is studiewerk rond. Die centrales zijn bedoeld om 6000 uur per jaar te draaien. Dat is ongeveer alles wat je uit zo'n centrale kan uitpersen, zal daaruit gehaald worden. Dus dat is absoluut een drogreden. En dan weet je natuurlijk dat de termijn heel erg kort is. Als je op 5 jaar tijd die nieuwe gascentrales wil realiseren, ja, dat is werken tegen de klok. En dan zie je dat bijvoorbeeld een land als Duitsland miljarden en miljarden heeft geïnvesteerd in hernieuwbare energie. En zelfs zij zeggen vandaag,
Ho, wij kunnen onze bruinkoolcentrales ten vroegste in 2038 sluiten. En wij doen het eventjes op 5 jaar. Dat lijkt mij allemaal niet realistisch. Want je weet ook dat vandaag de Europese Commissie het hele systeem van de subsidies nog niet heeft goedgekeurd. Europa is daar heel erg kritisch voor en zegt eigenlijk vandaag dat dit verhaal niet klaar is. Ja, als je niet kan beginnen met bouwen aan gascentrales, hoe gaan die dan het licht aanhouden in 2025? Ik denk niet dat dat kan en ik denk dat men hier heel erg fantaseert over en met de energievoorziening van dit land. Dat een groene partij kiest voor fossiele centrales die CO2 de lucht inblazen om elektriciteit te gaan produceren, dat is echt van het gekke te veel. Ze hebben een aantal jaar geleden nog zieltjes proberen te winnen met hun standpunt dat alle gascentrales moesten sluiten. Vandaag komen ze binnen in paarsgroen. Gascentrales zullen gebouwd worden en meer dan ooit tevoren. Maar er zijn ook andere partijen die hun kar hebben gekeerd. De voorzittersverkiezing bij de VLD, laat ons eerlijk zijn, ging voor een groot stuk over de kernuitstap. Dat was het grote punt. De overwinnaar is netjes in paarsgroen binnengestapt en heeft al zijn woorden ingeslikt. Maar dat geldt ook voor PS, dat geldt ook voor SPA, dat geldt ook voor CD&V. Deze zomer was er tussen De Wever en Magnet een akkoord met 5 partijen om die kerncentrales langer open te houden. Langer. Vandaag gaan ze gewoon dicht, men keert zijn kar, om op die manier toch maar te hopen dat ze de Groene Partij aan hun kunnen binden. Het is exact hetzelfde als 20 jaar geleden. Wie premier wil worden, die keert zijn kar. Je moet in dit land verstandige keuzes maken. Dat wil zeggen, hou die jongste kerncentrales langer open. Blijf realistisch investeren in hernieuwbare energie. Zet ook in op innovatie. We zijn daar in Vlaanderen sterk in, zodanig dat er oplossingen zijn voor flexibiliteit, voor opslag. En bouw zo weinig mogelijk gascentrales, want dat kost eigenlijk alleen maar geld. In het parlement gaan wij blijven inzetten op een stevige oppositie tegen het beleid dat de regering voert. Wij willen een deftig energiebeleid dat ervoor zorgt dat het licht aanblijft en dat gezinnen en ondernemingen spaart. Maar als ik zie wat dat de dromerij van de federale regering meebrengt, dan krijg ik daar toch wel een slecht gevoel bij. Want we eindigen mogelijk zonder kerncentrales en zonder alternatieven. En als Paarschoen dat dan pas doorheeft, dan gaat het licht uit,